vond het ook heel toch, hè? Ja, ja, dat is echt hartstikke leuk. Als ik daarnaar luister, dan denk ik nog steeds bij mezelf van, het is gewoon, er zit geen woord gelogen bij. En er zit humor in, een beetje. En ik vond het gewoon echt, ik vind het nog steeds. Ik denk, shit, ja, het is eigenlijk zo. Ik gooi die iPhone weg en ik ga gewoon met mijn knieën verder. Maar hij heeft zo'n beperkte batterijmogelijkheid. Dus je kan er geen nieuwe batterij in doen. Hè? Nee? Ja, hij kan wel, maar dan moet je hem uit elkaar halen. Ja. Ja, ik vond het een geslaagde item, maar ook omdat je, ja, het is een heel grappig verhaal. Ja. En je ziet alleen maar die foto van dat apparaat, ja. Dus je kan je er een voorstelling van maken, weet je wel. Ja, het is net een klein tc'tje. Ja. En met dat voetje ook. Met dat rubbertje, ja. dat ondersteunende dingetje. Normaal gesproken zat ik altijd, ik noem het duimteffen. Weet je wel, dus waarmee ik dus mijn, waarmee ik zeg maar mijn tekst invoer. Thumbtipping. Dat neem ik nog niet op hoor. Nee. Maar het duimteppen, dat als je zeg maar aan het... Wat is dat, duimteppen? Dat is als je zeg maar aan het tikken bent op dat apparaatje, hè, was ik zo bezig. Ah, zo. En dat kan met je iPhone, gaat dat niet. Want met je iPhone dan zit je dus aan andere dingen in te... Tegenwoordig is het spelcomputer zo. Ja. Ja, dat speelt computer een beetje. Dus ik heb hele geoefende duimen. Ik kan heel goed tappen met mijn duimen. Maar ik ga maar voortnemen. Ja, en deze foto die zag ik dus. Ik zag vast deze foto op mijn, die ik nu op mijn iPad toon. Die zag ik voorbij gaan. Maar aan de voorkant opgenomen. En volgens mij is het de Arabier. Ja, voorbij gaan. Op internet zag je die foto? Op internet zag ik die foto. En toen dacht ik, joh, zo'n foto heb ik ook. Maar dan vanaf de andere kant. Dus dan moet op dat moment, ik denk ergens in de jaren 60, of de jaren 50, is dat de jaren 50 of 55, zeg maar. Dan moet dus iemand op datzelfde moment in de buurt geweest zijn. Die ook die foto gemaakt heeft. En die waarschijnlijk mij heeft gefotografeerd ook. Want ik stond te fotograferen. Dus ja, precies. Dus, maar jij weet niet meer waar je die foto hebt gezien? Ik dacht dat ik hem bij Holstein zelf gezien had. Maar ik heb hem dus ergens. Of bij de, op flickr.com. Maar dat is niet mijn gebiedje. Want ik wil, het gaat voor mij heel moeilijk om daar een foto op te zetten. Terwijl jullie er altijd heel handig in zijn. Van mij vragen ze altijd of ik ook meteen pro wil worden, maar ik wil dus eigenlijk geen pro worden. Ik wil alleen maar interessante foto's kwijt en dat doe ik al sinds de vliegtuig bestaat. Ja, maar deze foto hebben jullie niet opstaan of wel? Nee, die wil ik er dus opzetten, maar dat heb ik nog niet gedaan. Nee. Waar is deze gemaakt, weet je dat? Ja, op de hoek waar nu zeg maar het einde van de... Sint-Hubertus. Ja, Sint-Hubertus via de... Waar je dus zeg maar vroeger horizontaal zeg maar op dezelfde hoogte links en rechts af kon, daar rij je dus nu met de tunnel rijden onderdoor. En met het pontje naar de overkant? En met het pontje naar de overkant, ja. En Roel, jij kent die figuur? Ja, ik ken hem. Wij noemen hem de Turk of Rembrandt. En hij had altijd een hele grote lorenzak voorop. En dan tussen het zadel en het stuur had hij een hele grote zak. En dat, alle rotsen die hij maar kon vinden en de verkoper, dan had hij daar altijd in zitten. En hij leek ook echt een Rembrandt. Als je een schilderij van Rembrandt van mooie koep met die tulband, sprekend. Ja. Snor, baard, alles had hij. Ja. Maar het verbaast mij dat Akbar niet kent. Die Rembrandt... Akbar, niet op de fiets. Jij kent hem niet. Nee, we kennen hem niet. Hij heeft niet de Rembrandt op de fiets. Nee. Dat is Ettingen. Ja. Wat wel kan, is natuurlijk dat die foto die jij hebt gemaakt, want jij denkt dus, jij hebt een foto gemaakt vanaf de achterkant van die man. Ja. En jij hebt een foto gezien waarbij je denkt dat op hetzelfde moment aan de voorkant een foto is gemaakt. Maar op die foto, hier, zie jij een fotograaf staan? Nee. Nee. Maar die kan best een stukje naar rechts. Zou die een stukje naar rechts? Ja. Nou ja, we zijn dus op zoek naar die foto, dat is wel, misschien kunnen we hem vinden. Ja, dat zou wel leuk zijn. Een plaatje. Misschien kan je op je internetarchief terugbladeren. Dit is 60 jaar rond. Ja, ik zag hem dus gewoon toen ik met mijn vriend de duin in. Nee, ik ken dat nog. Nee, dus dan heb ik maar die nieuwe foto zeg maar, van de voorkant. Oh. Alleen op internet. Ja, op internet. Hier heb ik zeg maar, ik denk nog geen maand geleden heb ik die gezien.
Want je zou misschien via je geschiedenis, heb je hem op je iPad gezien of thuis? Ik heb hem op mijn iPad gezien volgens mij. Ja. Dan zou je bijna hele, zeg maar, met dit verhaal erbij, ja. Misschien een toespraak geven en dan die foto op een gegeven moment tonen. Dan, ja. Dan komt de aap uit de maan. Ja. Heb je een mooi verhaal, ja. Deed ik. Ja, dat denk ik ook. Kun je dat Haagse straatfiguren? Ja, op internet? Ja, misschien wel. Want ik dacht eigenlijk dat ook, wie ook ter sprake kwam, dat was de poederdot. Ja, die komt dezelfde, ja, maar dezelfde tijd dat ik Poederdot zag. En ze, volgens mij bijna tegelijkertijd stonden ze op het internet. Was het niet in de Nieuwe Haag? Er is pas een heel groot artikel geweest over die gravin van Voorburg, de barones van Voorburg. Oh, ja, dacht een documentaire op Dat heb ik niet op de televisie gezien. Nee, niet. Ja, ik heb hem op de. Nee, ik dacht in de Haagse of Oude Haagse. De Oude Haagenaar, dat soort plaatjes. Dat is een heel artikel over de poeder. Maar ik heb het op scherm gezien, in ieder geval. Ja, dat is weer heel ontvangen. Ah, okay. Nou, jongen. Kijk, ik ga knippen natuurlijk, want die gasten die gaan weer op een heel ander verhaal. Het wel een beetje kort en krachtig, anders... Nee, ik zet het er wel op. Ik trek het wel, maar er zijn genoeg mensen die trekken het niet. Ik kan hem straks... Ja, dat gaat alle kanten op. Ik kan hem hier onderplakken. Ja. Ja. Nou ja, ik ben hier voor. Ik maak er iets moois van. Berg,